Oké, jongens en meisjes. Vandaag ga ik waarschijnlijk een van de raarste spelletjes ooit spelen. Ik ga namelijk een naakte vrouw die van een berg afrijdt op verschillende manieren laten doodgaan. You what, mate? Jongens en meisjes, knal natuurlijk massaal even dat blauwe duimpje omhoog op deze video. 3000 likes zou super awesome zijn. En dan gaan wij nu dus verschillende soorten manieren aanklikken waarop deze naakte vrouw op haar fiets kan doodgaan. I don't know. Let's go. Oké. De allereerste die wij hebben, dat is een hond. Nou, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe ze dood gegaan door een hond. Dus let's go. Wat gaat er gebeuren? What the fuck? Literally. Die hond, die werd gewoon door tweeën gereden door een naakte vrouw op een fiets. Oké. Als volgende hebben wij glas. Nou, hoe gaat ze dood door glas? Ik ben... Holy fucking shit. Oké. Dit is fucking raar. Oké, als volgende hebben wij een tiger trap. Oftewel een zo'n berenklauw. Of in ieder geval een roofdierval-achtig iets. Ik weet het niet. We gaan eens kijken wat dat kan aanrichten bij een naakte vrouw. Holy shit, oké. Lava. Nou, daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar, hoor. Lava op haar fiets. Wat? What the fuck was dat? Je zag haar heel rustig in die lava vallen. En op het laatste moment was het zo van... Alsof er een fucking hond langs je heen loopt. En je staat per ongeluk op zijn pootje. Zo'n geluid maakte die vrouw zojuist. Oké. Volgende die wij hebben is een steam vent. En ik weet eerlijk gezegd niet precies wat het is. Dus let's go. Het is een gat in de grond en... Ze wordt in de lucht geblazen en vervolgens komt haar fiets naar beneden terwijl zij erop wordt geduwd. Dit spel is zo raar. Oké, we hebben hier een rivier. Wat kan een rivier aanrichten bij een naakte vrouw? What the fuck? Dit spel, jongens en meisjes, is zo raar. Ik kan het niet eens in woorden verwoorden. Dat was heel raar. Jullie begrijpen wat ik bedoel. Oké, wat is dit? Gel. Ik ben heel benieuwd wat er... Oké. Een naakte vrouw die gewoon vast komt te zitten in de gel. Heel normaal, dat maak ik elke dag mee. Een muur. Oké, waarschijnlijk rijdt ze gewoon vol... Vervolgens hebben wij een bam. Ik weet niet wat dat is. Oh, what the fuck, mate? What the fuck, mate? Die fiets, die reed gewoon literally tussen de fucking kadetjes van die dikke liggende man. Oké, dit spel is gewoon te raar voor woorden gewoon. Echt, ik heb veel rare spelletjes gespeeld. Ik heb veel rare hentai shit gezien. Oké, dat neem ik terug. Maar dit, jongens en meisjes, dit slaat echt alles. Oké, vervolgens hebben wij hier een cactus. Dat gaat waarschijnlijk heel naar worden voor haar. Oh my god. Een high drop. Oké, dat betekent dat ze dus vol naar beneden valt... dat was zo droog. Je hoorde ook echt letterlijk. En ze was dood. Oké, cool. Cement. Nou, cement. Ik ben heel erg benieuwd. Wat gaat er gebeuren? Je ziet ook letterlijk alleen haar borsten gewoon nog te uitsteken. Dit is zo raar. Een fan. Oftewel zo. Nou, niet een fan van iemand. Een fan van iemand. Oké. Een oma. Nou, wat kan een oma aanrichten bij een fietsen? Fiets. Huh? Wat hebben we nog meer? Een landmijn. Oké, dat klinkt heel erg veelbelovend. Ik ben heel erg benieuwd wat een landmijn kan aanrichten bij een naakt fietsende vrouw. Oké, ja. Dat was te verwachten, ja. Een lamppost. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Wat gaat een lamp... Oké. Een ramp. Oké, dat is dus een helling, hè? What the fuck? Kijk dan. Nog één keer voor die ramp. Woep. En letterlijk met haar hoofd zit ze tussen haar twee tieten in. Dit is zo raar. En als allerlaatste hebben wij een steen. Oh nee, en we hebben die nog een. Dus eerst de steen. Wat is dat? Dat is gewoon literally, ze komt op de steen af. Dit is echt, oh my god, dit is zo raar. En als laatste hebben wij een elektrisch hek. En dat zorgt voor het volgende fragment. Soort geelectro... Oh my fucking god. Oh, dit spel. I don't know what to say. Ik wil nog één keer die ramp zien om het mee af te sluiten, hoor. Dat moet ik nog even één keer zien. Ik vind het zo geniaal en ik weet niet eens waarom. Oké, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken van deze vreselijk rare video. Ik moet zelf nog een beetje verwerken van wat ik zojuist nou eigenlijk allemaal heb gezien. Nogmaals, vond je deze video leuk om naar te kijken? Vergeet dan zeker weten niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer op Doe Maar Gamer voor meer video's. En laat hier vooral beneden in de comments weten welke manier van doodgaan bij deze naakte vrouw jullie nou het leukst vonden. Klinkt super raar, maar dat even te zijn. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ik ga even naar buiten om die naakte vrouw uit de speeltuin te slepen. Later, mensen.